Atal Magroglu, Katwijk, een wervelend begin en een snelle 1-0 voorsprong. Ja, fantastische goal. Alleen, ja, daar blijft het eigenlijk bij. En dat is best wel zuur. En goed, 1-1, denk ik dat we wel blij mogen mee zijn. Jullie begonnen goed, maar naarmate de wedstrijd voordrak, het gevoel dat Quick Boys wat sterker werd. Ja, nou, dat heb je goed gezien. Dat hebben we ook in de echt, de eerste fase was goed. En daarna neemt Quick Boys het over. Maar goed, en dan moet je de schade beperken. En ik denk dat wij gelukkig mogen zijn met de punt. Ja. Gelukkig ook met de paal en een katachtige reflex voor jou op een kop of een ketting. Ja, nou goed. Ja, dat zeg je. Ja, ik vond het wel meevallen eigenlijk. Maar goed, we komen goed weg met die bal op de paal. Dus voor de rest, je doet je best. Tweede helft, doelpunt van Jaap van der Plas. Leek mij, Atom, een onhoudbare bal. Ja, klopt. Ik kwam eigenlijk uit de lucht vallen. Zo. En, hij neemt hem fantastisch in één keer. En die bal gaat echt zijn netje in. Ja, chapeau, doet hij goed. Jammer. Het leek dat Quick Boys op dat moment bloed rook hier op de krom. Maar dan blijft het toch nog 1-1. Ja, nou goed. Misschien is dat toch wel ook weer de kwaliteit van ons. We wisten dat er niks meer, niet meer te halen was. En hou je de 1-1. En daar mogen we blij mee zijn. Twee uur geleden verloor je van Noordwijk. Vandaag speel je gelijk. Al 4 weken geen overwinning. Dat moet even raar voelen, Atom. Ja, nu je dat zegt zo, is het best wel vreemd. Maar goed, weet je. Gelukkig hebben we die buffer opgebouwd dat we nu dit kunnen permitteren. Volgende week moet het wel beter natuurlijk. Je speelt dan toch mee dat als je vandaag gewonnen zou hebben, dat je volgende week kampioen had kunnen worden? Oh nee, tenminste niet bij mij in ieder geval. Weet je, dit is een wedstrijd op zich. En dan moet je gewoon volle bak, ook voor de supporters. En of je dan kampioen kan worden, zo meer. Als het gebeurt het. Maar het zat niet in mijn achterhoofd in ieder geval bij mij. Slotvraag, kan je nog ons een kijkje geven in de sfeer in de kleedkamer op dit moment? Daar ga ik niet over. Ik had het graag willen zeg maar. Ik denk niet dat we dat mogen toestaan. Maar in ieder geval neem ik aan geen terneergeslagen stemming. Nou goed, het is wel stil. Het is wel stil. Maar goed, het is ook alleen maar goed. Iedereen weet hoe of wat. En, iedereen moet ook in de spiegel kijken wat de trainer ook heeft aangegeven. Dan kunnen we volgen.